En hallo mensen, top dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en dit is de allereerste video op Call of Duty Infinite Warfare van mij. Ik heb ondertussen al even gespeeld, ik ben op dit moment ook level 35 in de game. Ik heb ondertussen al twee wapens gepresteerd, dat zijn de NV4 en de Karma. Beide super chille wapens, alleen de assault rifles zijn iets te sterk. Ze eigenlijk overheersen ze gewoon heel erg in de game. Dat is een beetje jammer, maar oké. Okay. Ik ga vandaag een potje spelen, Team Deathmatch met jullie. En ik speel met de UAV, de Scarab, ook wel de HXD en de Scorchers. Hartstikke prachtige scorestreaks. Ik ga spelen met of de NV4 of de Karma. En waarom met deze twee? Omdat ik het een hele chille wapens vind. Meer kan ik er niet van maken. Ik ga dit ding wel, dit moet ik misschien nog meer gebruiken. Het is een heel grappig dingetje, dat zal ik zelf wel laten zien. We gaan in ieder geval een potje joinen op Team Deathmatch. En we gaan kijken. Wat leuk is aan dit ding, ik wil het graag gaan uitleggen. Dit ding creëert een soort zwart gat waar ja, allemaal enemies in opgezogen kunnen worden. Ik vind het persoonlijk best wel geinig. Dus ja, het is gewoon super grappig. Maar ik hoop eigenlijk... Kursje, dat vind ik eigenlijk... Het is een wat grotere map, een beetje, maar nog een beetje onoverzichtelijk. Dus ik ga nu met de Karma spelen. Want ik weet dat het misschien een beetje een betere oplossing is. En ik ga deze... Kijken. Ik ga deze weg doen. En dan ga ik die in plaats doen voor Extended Mag, omdat dat bij de Karma nogal nodig is. Ik heb ondertussen ook al een aantal cammotjes ervoor. Deze vind ik zelf echt lelijk. Deze vind ik een beetje apart, maar op zich wel grappig. En ja, een beetje van die standaard cammo's. We hebben nog dit mooie ding, omdat ik hem gepresteerd heb. En dit heb ik uit een mooie, supply erop gekregen. Dat kan me niet uit. In ieder geval, we gaan proberen een lekkere score in te zetten op deze map Crusher. Dus ik ga hem proberen. Ik vind het zelf een kut map, maar ja. Het is niet anders. Krijgen we een beetje goed team? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Want op dit moment zeggen levels dat zegt niet zoveel. Want er is ook dubbel XP geweest. Dus je hebt eigenlijk geen idee of mensen echt goed zijn. Het is wel een beetje lastig. Als je net zag, ik heb wel Tracker aan laten staan. Want Tracker is op deze map gewoon best wel handig. Al zeg ik wel erbij. Ik vind de mappen er wel heel, heel mooi uitzien. De mappen zien er echt nice uit. Dus dat is een nieuwe positief. Dus we gaan gewoon kijken wat we ervan kunnen maken. Ik heb het wapen dus geprestigd, omdat ik dacht, hey, weet je, waarom ook niet, weet je. Dus, vandaar. Oh, ja, dat was niet zo'n goed plan. Nou, dus die NV4, het is dus best een grote map, maar ik hoop eigenlijk... We proberen iets meer op low rate, op low rate te blijven. Dan heb ik hier net iets meer aan. What the fuck? Ik weet het, het was extreem noob, maar ik had geen idee wat ik kreeg. Zullen we iedereen met die NV4, zoals ik zei, het is overheersen een beetje. Wat? Zie je, die assault rifles zijn zo fucking sterk. En die lime machine guns daarbij geteld natuurlijk. Oké, beter kan ik iemand vinden die niet zo'n ding gebruikt, zodat ik dat kan laten zien. Dat die shit inderdaad. Even kijken. Zie je weer die NV4? Ik ga dat ding ook inpakken. Fuck jullie. Echt. Het ding is zo sterk. Iedereen gebruikt hem. En als je dan probeert een ander met iemand anders een kill te pakken, dan wordt het praktisch gezien bijna onmogelijk. Oh, teammate. Echt niet leuk. Het zijn 1-5. Echt een verschrikkelijke score. Maar het is gewoon heel moeilijk. Om een mooie score neer te zetten op deze manier. En helemaal nu al die assault rifles zo fucking sterk zijn. Oh, ik dacht dat ik aan de andere kant zat. Oh, lelijk dit. Dit is zo lelijk. Oh, daar ging ik bijna van de map af. Ik heb nog geen... Wat? En nu kom ik jou tegen? Godverdomme, ik heb hier zo'n hekel aan, hè. Dit is dan wel weer echt jammer dat ik zeg van, ik vind de game heel cool. Alleen er zitten op dit moment al zoveel nadelen aan. Het is zo jammer. Was die aan het kijken?
Eerlijk gezegd, kijken. Ja, hij had al was aan het kijken, want dan is het bijna kans. Aangezien... Ik loop hier eigenlijk... Eigenlijk loop ik voor deze game te snel door de map heen. Klinkt een beetje raar, misschien. Maar eigenlijk loop ik voor deze game... Loop ik te snel door de map heen. Kijken, komt hier iemand? Oh, er staat er gewoon nog even, natuurlijk. Kijk, specialist binnen, hartstikke prachtig. UAV is altijd prachtig voor dit soort dingen. Oh, ik kan er niet heen. Oh, dat was een andere score streak. Dit is de Erase, ook een super grappig dingetje. En laten we proberen hier een kill mee te pakken, laten we even kijken. Prachtig. Oh, die rage is zo sterk. Zo'n top ding, ik zeg het jullie. Oké. Deze score is nog steeds poep, maar... Enemy UAV in your vicinity. Jullie krijgen er een beeld van. Waar speel jij nou weer mee? Serieus. Oh, jij speelt wel met zo'n ding? Ik zeg je. Het is zo moeilijk pijlen waar iedereen mee speelt. Over het algemeen speelt iedereen met die FL3, want je zal niet snel mensen zien die natuurlijk niet met FL3 spelen. Behalve ik dan misschien. Want ik dat steeds doe, omdat ik misschien een raar kind ben die dat denkt te kunnen. De UAV helpt mij ook helemaal niet. Oh, hier zit er hier. Hier zit wat, zeg maar, UAV. Oké. Oh, UAV'tje, help me nou. Waar zijn alle enemies? Oh, dit is echt een lelijke kutscore gewoon. Maar ja, weet je, het ding is, het is een nieuwe game. Dus je moet eraan kunnen wennen. Ik heb nog heel weinig gespeeld eigenlijk. Maar ik vraag me oprecht af waar dat vandaan kwam. Maar oké. Wat? Ik wil het terugzien. Ik weet niet dat ding zo sterk was. Ik verbaas me elk potje dat ik dit speel, wat er ondertussen nog niet zo heel veel is geweest. Verbaas ik me weer over wat wapens wel en niet kunnen en doen. En alles. Oké, deze kant op. Ja, dat is echt alles op. Stap doen met alles. Natuurlijk thuis met alles. Je ziet ook. Kijk maar eens heel goed. Ik zou zeggen, draai deze video terug. En zie dan, kijk dan weer. Dit is ook een assault rifle. Je ziet niemand zonder assault rifle. Want type 2 is ook een assault rifle. Fuck you. Oké. Even kijken. Enemy UAV. Fuck you. Oh, even. Camp. Oh wauw, waarom moest jij daar zijn? Waarom moest jij daar zijn op het moment dat ik schoot? Of eigenlijk niet schoot? Zo jammer. Hup. Wat? Ik kan me niet voorstellen dat een light machine gun meer sterker is op short range dan een assault rifle. We hebben echt één vieze camper. Kijk dit. Oh, jij hebt er toeval niet. Jij komt zo goed horen. Dan heb je geluk gehad, man. Echt. Weet je, het is jammer. Het is best wel moeilijk. Ja, dit is mijn score. Ik vind het echt, het is echt gewoon heel jammer. Ja, kijk, dit is een heel mooi voorbeeld. Lekker ingezoomd lopen. Gewoon lekker ingezoomd lopen. Is niet iedereen zie je met die dingen spelen. Iedereen zoomt alleen maar in. Ik kom nu een beetje negatief over, denk ik. Het is een hele toffe game. Hij zit heel goed in elkaar. Alleen... Het is gewoon, die assault rifles zijn zo sterk, iedereen speelt ermee. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Omdat de assault rifles, er zijn heel veel nice wapens in de game, die ga ik ook gewoon laten zien. Want als je gaat naar hier, gaan we even naar Create Class.
MV4 is een sterk wapen. Dat is gewoon als die op een of andere manier gewoon de sterkste is van allemaal op een of andere manier. Samen met de Rekt en de KBAR. De type 2 is ook erg sterk. Alleen minder sterk. Dat is gewoon anders. Ik word gebeld. Dat is niet de bedoeling. Oeps. En deze. Ik heb dit zelf met de Volk alleen nog maar gespeeld in zombies. En zombies is ook een super tof moment. Ook best wel sterk. Alleen... ze zijn allemaal gewoon nog te sterk. Dan gaan we naar de Erat. Erat is op short range super sterk. Echt heel sterk. Dit ding is ook best wel sterk. Karma is, zoals ik al zei, heel fijn. Ik persoonlijk vind hem heel fijn. Dan hebben we de RPR. Ik heb er eigenlijk nog niet zoveel mee gespeeld. Dus ik kan me niet echt mijn oordeel erover geven. Dit is wel een heel chill wapentje. Alleen, opnieuw, niet zo sterk als een assault rifle. Nou, dit ding is dus wel heel sterk. Dit is ook best wel sterk. Long range, maar schijnbaar dus ook op short range. Dat kom ik ook echt net achter. Dit ding heb ik nog niet meer gespeeld. Heb ik nog niet. Snipers kan ik niks over zeggen, want ik heb het nog niet meer gespeeld. Alleen met deze. Want deze kan je van. Die kan naar Assault Rifle Mode. Daar kan ik me nog wel aan wagen. Dus tot zover. Deze speelt dat chill, maar de rest weet ik niet. Want ik heb er nog niet meer gespeeld. Maar deze, ik heb hier nog helemaal niet meer gespeeld. Ik heb gehoord dat deze dingen zo slap zijn. Dat gaat helemaal nergens over. En die heb ik ook nog niet meer gespeeld. Alleen deze met zombies. Maar wat ik in ieder geval jammer vind, dat zeg ik, en dat weet ik ook. Zoals ik zeg, echt al 10.000 keer, omdat de Assault Rifles zijn veel te sterk. Die moeten gewoon veel slapper zijn. Niet zo slap dat niemand ze meer gebruikt, maar veel en veel slapper. Omdat je nou ziet dat iedereen ze gebruikt. Je moet echt zoeken naar mensen in een potje die een Erat of een van deze wapens gebruiken. Oké, snipers zie je ook toch al veel, zo hier en daar. Deze wapens, die kom je nooit tegen. Nooit. En anders alleen deze. Van snipers kom je, ja, vaak deze tegen, deze en deze eigenlijk niet volgens mij. Deze kom je veel tegen, ja, dit is gewoon logisch. Dit kom je eigenlijk heel weinig tegen. En dit kom je eigenlijk alleen maar tegen. Omdat je, ja, ze zijn heel sterk en ik vind het persoonlijk heel jammer. Dit zijn dan tussen mijn class die ik even gebruik. Of ja, hier zie je dus dat ik die ook gebruik. En dit ding, weet je. En ze moeten er wat aan doen, ze moeten de dingen aanpassen, maar verder... is het heel nice. En wat we verder ook nog hebben, dat is leuk. Dat zijn de Quartermaster, dus de Black Market, ook wel bekend van Black Ops. Dan hebben we al zo'n mooie armory. Allemaal coole upgrades die je kan kopen voor je wapen. Ik heb van de MV4 heb ik dus al 2 van die dingen. Hier heb ik niet meer. Hier speel ik amper mee. Dus heb ik niks gekocht. Hier speel ik amper mee. Heb ik niet gekocht. Deze heb ik gekregen uit een rare supply. Dat is altijd nice. Dat is gewoon meteen de laatste. Dus die heeft een Akimo versie met shotguns. Dat is heel cool. Werkt best wel. Ja, het werkt best wel goed, alleen ik heb het niet echt kunnen gebruiken, omdat ik dus zoals al zei. Assault Rifles domineren deze game echt heel erg. Dus je kan eigenlijk al die coole, al dat soort shit, kan je allemaal gebruiken. Volk is ook super sterk, echt heel cool wapen. Dit heb ik gekregen uit de Rare Supply erop. Deze gekregen uit de Rare Supply erop, die ook, anders had ik deze en die dus moeten kopen. Deze heb ik gekregen uit de Rare Supply erop. Dit heb ik gekregen uit de Rare Supply erop. Dit heb ik ook gekregen. Deze ook. En van deze kant heb ik dit vrijgespeeld. Met die missie teams. Dus ik zit nu in dit team. Dit team. Dus het blauwe team. Hier ben ik allebei dus level 10. Zoals je ziet. En dan hebben we hier nog de speciale dingen van de Quartermaster zelf. Dan zit dan specials aan de hand van wapens. En daar heb ik ook één dingetje. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik vind het wel leuk in elkaar zetten dat je ook upgrades kunt kopen. Alleen waar ik bang voor ben persoonlijk. Is dat mensen die dus echt no life. Echt de game gewoon no life'en. Hebben heel veel die keystacks. En zijn dus in verhouding. Dus zijn hun wapens dus gewoon een stuk sterker in verhouding. En dat is dan onafhankelijk van hun gebuild. Heb gewoon aan de hand van het wapen. Dan is zelf gewoon al sterker of slapper. Want als je de standaard hebt, dan is die minder sterk dan deze. Deze heeft al standaard extended max. Deze heeft al standaard al extra shit. En deze heeft ook standaard extra shit. Dus dit is wel force grip. Dat je dus, ja, minder recoil hebt of dat soort gedoe. Deze heeft dat ook weer. Infinite damage rate. Weet je, dat is hartstikke, hartstikke tof. Alleen, het benadert wel een beetje de mensen die... dan net die dat dan niet hebben, weet je. Dus als ik tegen deze speel en ik heb zelf deze, dan ga ik het waarschijnlijk verliezen, zo simpel is het. Maar ja, zo is het. Er komt vast nog wel iets tofs. We gaan vast van alles aanpassen. In ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Als jullie meer Call of Duty Infinite Warfare willen zien, dan ben je zeker op het goede adres. Want dat ga ik zeker nog heel veel spelen. Dus als jullie ervan genoten hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren en te abonneren op mijn kanaal hier beneden in de beschrijving. En dan zeg ik iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Hebben vast een fijne week en een fijne week. En dan zeg ik tot de volgende week en laters. Dag en doei.